Hallo iedereen, Bramhuis, ik zie hier met vandaag voor een nieuwe video in Wolf Dreadhood Diaries. En ik weet eigenlijk niet of jullie dit spel eigenlijk wel nog kennen, want het is al redelijk lang geleden eigenlijk dat we dit nog gespeeld hebben. Maar ik heb er eigenlijk droevig nieuws over, want normaal gezien ging nu in augustus deel 2 uitkomen van dit spel. Maar het bedrijfje Grin dat dit spel heeft gemaakt is failliet gegaan, omdat dit spel het blijkbaar toch niet zo goed heeft gedaan als zij hadden gehoopt dat het ging gaan. Wat dus eigenlijk echt wel heel erg jammer is. Ik had er echt wel veel zin in om een deel 2 van dit spel te spelen, want ik vind deze persoonlijk echt wel nog een nice spel. Ik speel het wel graag nog eens af en toe, gewoon even om te relaxen, om even een break te nemen van al die andere games. Dus ik speel het echt wel graag eigenlijk, maar ja, het is dus eigenlijk jammer om te zien dat zij niet meer verder kunnen werken aan dit spel. Maar dat wil eigenlijk niet zeggen dat deze het einde is van dit spel of van deze reeks. Ze zijn namelijk nu op zoek naar andere indie developers die dit spel verder kunnen afwerken om toch een deel 2 uit te brengen. Omdat ze nog altijd wel denken dat Wolf een hele goede franchise zou kunnen worden. Wat dat zeker en vast waar is. Dit spel heeft zeker en vast wel potentieel. Maar ja, het is gewoon eigenlijk jammer dat het niet zo goed heeft gedaan. Maar ja, ze zijn dus nu op zoek naar een nieuwe indie developer dat kan maken. En ik had er eigenlijk eentje gevonden. Ik was aan het zoeken op Twitter. Weet je wat, we gaan dit spel gewoon even afzetten. We gaan gewoon even op Twitter gaan. Dus ik dacht van, ik ga hier gewoon eens even op Twitter kijken. En een keer zien wat de andere mensen erover te zeggen. Dus ik tik hier gewoon van bovenin, hashtag Wolf. Zie ik hier iets random staan? Ik heb echt geen idee van wat de fuck dat deze spel is, maar ja. Dan gewoon wat afbeeldingen van het spel zelf. Deze is hetgeen wat we nodig hebben, maar ja. Dan hier een Wolf Dev Team No More. Wat hebben we hier nog allemaal? Belgische studio Grin sluit de deuren. Allemaal eigenlijk nieuwsartikels in het Nederlands, in het Duits, in het Frans, in allerlei verschillende soorten taal eigenlijk. Maar één ding dat eigenlijk belangrijk was, is deze hier. Het is van Jason Kingsley. I'm CEO Rebellion, UK indie developer. I'd like to help out ReWolf. Let me know what I can do, feel free to DM or email. Hetgeen dat mij dus opviel aan die tweet, als ik hem hier nog kan vinden. Hij zou hier normaal gezien ergens moeten staan, dat is hier met mij, maar dat is voor straks. Dus het is hier te doen. Maar Jason Kingsley, ik dacht van goed, een indie developer die dat wil overnemen, dat is fantastisch. Maar het probleem is, hij stuurt naar Wim Wouters. En dat is niet de Wim Wouters die ik had gehoopt naar wie hij dat ging sturen. Deze hier, de Wim Wouters, 99, kom aan internet, werk nu even mee, ik ben een film aan het maken, dank u. Ja, dat is fantastisch. Ik zie hier gewoon wat dingen staan van Club Brugge. Heeft maar 6 tweets. Meer volgers als mij wel. Ah nee, dat zijn de volgers. Minder volgers als mij. Ik heb eigenlijk eens iemand gevonden dat minder volgers heeft als mij. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Hij heeft dus naar deze persoon gestuurd. Dat is blijkbaar een Wim Wouters, maar niet de Wim Wouters. Niet de Wim Wouters dat wij hier bedoelen. De Wim Wouters dat wij hier bedoelen, dat is deze persoon hier. Ik heb het hem gestuurd van ja, gezet dan praten tegen de verkeerde Wim Wouters. Jij bedoelt deze Wim Wouters. Kom aan internet, je hebt het ene keer kunnen doen, je kunt het ook 2 keer doen. Dank u, deze is ook nu Wim Wouters, dat is de Wim Wouters. Zelfs als bij Founder of Grin, je ziet er ook bij staan, ja, die wolf afbeelding geeft het een beetje weg eigenlijk. Dat deze eigenlijk de CEO is van Grin, of was van Grin, want ja, Grin bestaat nu eigenlijk niet meer. Maar ja, ik stuurde dat al naar, die zegt van, oeps, ja, dank u. Stuur ik nog zo terug van, ja, alles om wolf in leven te houden, hashtag save wolf. En dan, die kerel is ermee bezig, dus die kerel wil echt wel wolf proberen te redden. Ik hoop dat die ondertussen al aan het praten zijn, Jason en Wim. Ik hoop dat die al wat bezig zijn aan arrangeren dat Wolf nog altijd bestaat, want ja... Normaal gezien ging in augustus hier nu deel 2 uitkomen van Wolf, maar dat gaat blijkbaar niet gebeuren, want ja, Grin is failliet. Behalve als die kerel dat kan overnemen, het gaat natuurlijk dan wel langer duren. Maar misschien zien we het dan toch nog eigenlijk deze jaar. Valasse, dat is dus hetgeen waarmee ik me gisteren en vandaag heb bezig gehouden. Ik hoop echt dat die een indie developer dat overweegt om Wolf verder te blijven maken, want ik had echt gehoopt dat nu te kunnen spelen in augustus deel 2, maar ja... Als Grin dat niet kan maken, is dat jammer natuurlijk. En ik hoop dan dat ze toch een goede vervanger hebben gevonden al sinds. Iemand dat dan minstens even goed kan maken als dat zij dat hadden kunnen maken. Dat zou echt geweldig zijn. Ik hoop echt dat ik mijn bijdrage eigenlijk heb geleverd. Want misschien hadden die twee elkaar nooit ontmoet als ik niks zou hebben gezegd. Allee, dat is ervan uitgaande dat ze nu met elkaar aan het praten zijn natuurlijk. Maar ja, ik hoop dat al sinds. Ik wil niet arrogant zijn of zo, maar ik hoop dat gewoon echt. Misschien komt dat toch een klein beetje door mij. Ik wil daar natuurlijk niks voor terugkrijgen of zo. Ik hoop echt gewoon dat deze spel uitkomt, want ik wil deze gewoon spelen. Ik doe gewoon wat ik kan. Ik kan dat spel natuurlijk zelf niet maken. Als ik dat kon, zou ik dat wel doen eigenlijk, maar ik kan dat niet, dus ik doe dat ook niet. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nu allemaal aan het zeggen ben. Ik denk dat deze video eigenlijk niet zoveel nut heeft. Gewoon om te zeggen eigenlijk wat ik nu gisteren en vandaag heb gedaan. En jullie wel op de hoogte te houden over Wolf. Hoewel dat jullie dat spel misschien nog zelfs niet eens kennen, omdat het niet echt super populair is, wat eigenlijk ook deels het probleem is. Ik denk dat als een paar bekende YouTubers gelijk PewDiePie dat zouden hebben gespeeld, dat deze spel dan veel bekender zijn geworden, veel beter zou hebben gedaan. Maar ja,
Dat is natuurlijk altijd jammer. Ze hebben het geprobeerd. Dat kun je niet verwijten. Ze hebben jammer genoeg gefaald. Allee, ja, gefaald. Dat is zo cru om dat te zeggen. Ik heb gefaald. Dat is zoals dat je eigenlijk moet blijven zitten en te zeggen dat zo, ja, je hebt gefaald. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Dat wil gewoon zeggen dat je nu eigenlijk aan iets anders gaat kunnen beginnen. Misschien is dat eigenlijk veel beter is nu voor u. Dus ja, dat wil ik gewoon even zeggen. Wolf is gedaan. Maar misschien is er toch nog iemand anders dat eraan gaat voortwerken. Ik hoop het alleszins. Want dat spel, ik vond dat echt zo veelbelovend. Maar ja, ben nu eigenlijk gewoon wel rond de pot aan het draaien. Je weet wat dan mijn punt ondertussen is. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is BramWars6 en ik zie jullie graag volgende keer weer. Tot ziens.